Als partijen zo lang doorgaan met modder gooien, ja. Elkaar toch de schuld geven, dat is eigenlijk wel gebruikelijk na zo'n val van de kabinet, dan krijg je toch het gevoel dat een nieuwe coalitie met de Partij van de Arbeid vrijwel uitgesloten is. Ik vind het geen modder gooien, ik vind gewoon kijken hoe de feiten zijn. Niet meer dan dat. Het is natuurlijk wel zo dat er meer aan de hand is dan alleen maar het vraagstuk van Oeruzgan en het besluit dat je neemt. Het heeft ook te maken met, is er onderling vertrouwen? Hoe zat dat nu met eenheid van regeringsbeleid? Kun je de moeilijke vragen van deze tijd eigenlijk aan? Ja, en dan krijg je natuurlijk wel een punt van, is dat geloofwaardig om met elkaar door te gaan? Nou, ik denk dat die vraag gewoon helder gesteld kan worden. En het antwoord weet ik ermee ook wel. En het antwoord is? Nou, ik vind het niet geloofwaardig om dat te gaan doen. Kijk, de kiezer zou het niet begrijpen als je nu een kabinet laat vallen, een paar maanden daarna weer door.